Jan Willem start op. BNN Vara. Er is maar één. Dames en heren, vrienden, vriendinnen, beste luisteraars van de ochtendshow van Radio 2. Ik sta hier in Studio 69 bij onze grote vrienden van Direct. Niet te geloven dat we dat nog mee mogen maken. Gewoon jullie weer in de show. Ja, het wordt wel bijna een beetje bij het meubilair inmiddels. Ja, ja, ja. Kunnen hier een bedje neerzetten? Ja, je kan bijna zeggen dat het hier is begonnen. Nee, dat is natuurlijk gelul, maar... Ja, dat is gelul, inderdaad. Maar, ja. Maar dat geeft niet. Het voelt wel als thuis. Ja. Nou, ik weet wel, wij waren wel de eerste die Soldier On de kaart ingooide, weet nee, je nog? Dat klopt. Nee, maar we hebben ook gave dingen gedaan. Ik weet nog dat wij een keer... Met de release van ons vorige album Wildheart, dat we hier een hele ochtend hebben gezeten en dat we de helft van de plaat hebben gespeeld. De hele plaat integraal de eter in. Dat is toch kick, hè? Ja. Ja, ja. Omdat ik altijd denk van ja, het is echt zonde dat je gewoon al die moeite doet voor één liedje. Ja, fijn dat je dat ook even benoemt. Ja, inderdaad. Dat is inderdaad. Dat is veel werk. Toen ik vanochtend wakker werd, dacht ik door. Ja, we krijgen. Voor helemaal voor één liedje. Maar het is niet zomaar één liedje, hè? Dat, Nee, ik wou net zeggen. Ik loop even naar Marcel. Vind je goed, Spaak? Ja, voor haar huid. Ja, ja. Voor haar huid. Over je voorhuid gesproken. Van wie is dat panterprint flightcase? Oh, dat is echt sinds dag één. Kijk, al die cases die je overal ziet. Op zo'n festival zie je alle medewerkers, alle roadies. Die werken met al die gear en die sjouwen die spullen opzij. Dus Direct dacht destijds, laten we overal een panterprintje opzetten. Dan wordt er niks van ons gejat. Want wie wil er nou met die dingen rondlopen? Ja. Dus het is een heel oldschool flightcase. Ja, ik kan me nog als de dag van gisteren, ik denk dat het 23 jaar geleden was, met de vader van Jamie, die had toen een tegelzetbedrijf in zaak hier in Leiden. En zijn echt meters van dat panterstof in die zaak. En flightcases. En toen hebben we alles op maat zitten knippen en lopen plakken met lijm. Allemaal zelf. Nu hebben we er mensen voor. Toen deden we dat allemaal zelf. Ja. Man, wat heb ik genoten van de beelden van jullie op de festivals het afgelopen half jaar. Gewoon dat het weer kon en die energie die er vanaf knalt. Ja, het was echt, elke keer was een prachtig samen zijn. Die mensen, de handen, al die lachende mensen. Het is echt heerlijk. Lekker ouderwets zweten tegen elkaar. Weet je, dat is gewoon fijn. En hoe is die nieuwe single gevallen? Want jullie hebben hem al even uitgetest volgens mij. Appelpop ook weer. Ja, volgens mij ging die er wel in. Bij de mensies. Ja, nee, het is ook heel erg lekker gewoon om nieuwe muziek te blijven spelen. Het is heel raar ook, omdat soms dan lukt iets wel en lukt iets niet. En het lijkt wel alsof we echt de wind in onze rug hebben we nog nooit zo gevoeld als de afgelopen jaren. En dat is echt heel bijzonder. Ik bedoel, we zijn al fucking lang bezig. Ja. Dus ik bedoel, ik ben 40 en I feel like I'm in the prime of my life, weet je wel. Dus dat voelt heel erg goed. Lekker, maar dat is toch te gek, Marcel? Dat kan toch ook andersom gaan in je leven? Nee, maar daarom zeg ik, daar ben ik zo godsdankbaar voor. Dat is echt unbelievable. En ook weer om hier te zijn, weet je. We slepen met alle liefde die hele zooi naar boven om inderdaad hetgene waar je aan hebt gewerkt en gehoren te kunnen brengen. Dus ja. Gaaf, man. Ik heb begrepen, Spike, dat die 90's Kid, of is het Kids? Is het nou enkelvoud of meervoud? Enkelvoud. Enkelvoud, 90's Kid. Dat die ook weer ergens door jou jaren geleden opgepind was. Of in ieder geval de melodie ergens. Ja, we hebben denk ik 6 jaar geleden hadden we een sessie in Den Haag. En er zijn dan hebben we iets van 3 uur lang de riff die in het liedje is beland. Hebben we dat 3 uur lang lopen jammen tot diep in de nacht. Zo gaat dat, weet je wel. Ja, er hangt altijd wat in de lucht. En nu kwam het allemaal samen bij dit liedje een paar maanden geleden. En die flart zat er al in. Dus de 90's Kid, dat was een soort gibberish phrase die voorbij kwam. En Mars die dacht, hey, samen met Guus, waarmee de teksten schrijven. Dat is een cool hook-up om iets over te schrijven. Dat is wel een hele lekkere. En hij is goed gelukt. Ik denk dat iedereen in Nederland wel klaar is voor de live primeur op de radio in ieder geval van het liedje. Nou, wij nog. Zijn we klaar, jongens? Zijn jullie klaar, jongens? Dames en heren, jongens en meisjes, vrienden en vriendinnen van de ochtendshow. Direct live met hun nieuwe single 90's Kid. There's nothing to it, and you only had to listen to yourself. Skipping class and being moody, stitching patches on blue jeans, in the land of teenage dreams and cheap motels. Superhero suicide, streets ablaze with candlelight, a getaway is all I ever wanted.
Direct, 90's Kids! Ja, zullen we even een kleine test doen, Jeroen? Dat is misschien wel leuk. Jongens, luister, of zijn ze al uitgedekt? Luisteren jullie mee? We luisteren mee. Ja, heel goed, heel goed. Oh, ja. We gaan even kijken wie de grootste 90's Kid is van het stel. En ik denk dat we dat kunnen ontrafelen door te kijken wie het meest enthousiast reageert als ik dit instart. Komt ie aan, hè? We hebben dat het er nu komt. Ja? Ja. Ja? Ja. Ben jij er klaar voor? Is iedereen er klaar voor? I wanna see the rainbow high in the sky. Ja, Jamie. Ja, Jamie. Wat is? Ja. Maar, oh my God. Jamie, was jij ook degene die dan in een Aussie door Den Haag trok, of niet, in die tijd? Probeer ik wel, maar mocht niet van mijn vader. Mocht niet van mijn vader. Nou, ze stuiteren nu de studio uit. Hé jongens, ontzettend fijn dat jullie er weer wilden zijn deze ochtend. Direct en Night is Kid. Oh, dan moeten we hem afzetten. Ja, dat is helaas. Ook jammer, dat is op verzoek van mijn vader Westland. Ach, ik zie de teleurstelling bij Kirsten van het gezicht afdruipen. Zet ik hem een andere keer op een dobbelsteen. Ja, heel goed. Wat was jij van de Aussies vroeger? Nee, dat eigenlijk niet. Ja, ik ben wel 90's kid, 92. Maar dan is het, ik voel mezelf niet een Zero's kid. Ja, je bent geboren in 92. Ja, dus maar dan ben ik qua muziek dan ben je een Zero's kid. Ja. Dus jij hebt dat bij Avril Lavigne en zo. Ja, precies, ja.